politiek naar geopolitiek. Want er is op dit moment meer gaande dan alleen de grote mondiale omwenteling waar we middenin zitten. Er is ook een aanzwellende tegenbeweging. The problem is, what do German businesses want? They want to exactly the same thing as the Chinese. They want to do business all over the world. And now they're going back to, wow, they're going back to the to 100 years ago, to put it in Xi Jinping language. And the only ones who actually see that are German businessmen. Obviously not the politicians. Any political party in Germany, they simply don't get it. They are all, as you said, they're all ideological and they all follow the recommendations from D.C. Are there Chinese armies preparing to march into Southeast Asia? No, and anybody who knows anything about Taiwan, what a terrible place to invade. It's 100 miles across open water, and then once you get there, most of the island is mountainous. There are only a couple of beaches you can land on. And why would they do that? They don't want to do that because the Chinese on Taiwan and the Chinese in Beijing generally share similar goals. They all want to live in the end state that I described, which is why you may well see the old party, the KMT, that was created by Chiang Kai-shek, win the next election. They're sweeping the local and regional elections right now because nobody really wants to go to war under any circumstances with China. They want to do business with China. And that government has said, we will unify with the mainland. We'll do it gradually. And that's what Xi wants. He said, well, maybe 2045. You know, here we are, well, there's an invasion coming next week. It's all nonsense. It's just untrue. Ja, dat ging over Taiwan, waar we het zo meteen over gaan hebben. Deze video begon met een visie op Duitsland. Waarbij werd gezegd, ja, het enige wat Duitse bedrijven willen is op mondiaal niveau zaken doen. Net als de Chinezen. Maar ja, er speelt van alles in geopolitiek. Ja, er zijn allerlei bewegingen. Roy had het al een beetje over tegengeluid. Ik denk dat het ook goed is om, naast wat je al in de gewone krant kan lezen, ook te kijken naar wat zijn er voor andere bewegingen. He, daar wil ik een soort kort overzichtje van geven bij deze. En die clip begon met politieke analist Pepe Escobar, die al heel lang meegaat. Interessante man. Dus goed om daar even een keertje naar te luisteren. Hij zegt, ja, die Scholz, he, de leiding van Duitsland, dat is eigenlijk één zo'n stem. Maar wat hoor je nog meer? Hij zegt te horen dat de eerste tekenen nu naar boven komen van kritiek uit het Duitse bedrijfsleven. Het Duitse bedrijfsleven is wereldberoemd. BASF, Audi, noem het allemaal op. Er zijn gigantische bedrijven daar. En die werden ineens geconfronteerd met wat die Scholz prima vond. Namelijk dat de energievoorraad via die Nord Stream in één keer werd afgesneden. Dus daar staan ze in één keer. En deze mensen die zijn er helemaal niet blij mee. En die zeggen, ja, dat is slecht voor de handel. En hij zegt dat die zakenmensen dat zien als verraad van hun eigen land. Dat is eigenlijk niet gek, toch? Dat ze dat zien als verraad. Ja, wat vinden jullie? Nou ja, weet je, ondernemers denken anders dan politici. Dat is vaak het geval. Ondernemers zijn vaak vrijgeesten. Dus ook de mensen die zich opgewerkt hebben op hoge niveaus binnen zo'n groot bedrijf. Audi, Bas, even wat je noemt. Ja, die hebben wel wat op met wereldvrede en politiek, maar dat zijn ook no-nonsense-denkers. En politici, zeker in dit tijdgewricht, zie je wereldwijd vooral op ideologische koers varen. Ja, dat botst nu enorm. Ja. Dus het was wachten op dit moment, wat jij noemt. Ja, ja, ja. En die zakenmensen die komen ook wel in Davos en bij Bilderberg en dat soort clubs. Maar inderdaad, ik denk dat er toch wel een verschil zit. Want die mensen op die vooruitgeschoven posten, hè, dat zijn de bekende mensen van de Young Global Leaders. Hè, zoals Macron en al die types die daar nu eigenlijk een beetje de macht uitmaken. En dat WEF-geluid laten horen. Die merken nu dus een beetje dat tegengeluid. Waar we het net ook al. Ideologie tot de voordeur, hè? Er moeten wel centen verdiend blijven worden. Dus ze bewegen wel mee op dat WEF. Maar daar waar het ze in de portemonnee raakt, daar trekken ze zich terug. Zo werkt het gewoon. Zijn het mensen? Ja, dus het is misschien goed om dat soort geluiden te signaleren. Dat probeer ik dan nu te doen. Dit ging dan, wat die Pepe Escobar betreft, over Duitsland. Later in het clipje ging het over Taiwan met voormalig legerkolonel Douglas MacGregor. Interessante figuur. Die spreekt naar aanleiding van de toenemende geruchten over een oorlog tegen China. He, want iedere keer hebben we het over Oekraïne, maar ondertussen merk je dat er veel meer aandacht komt voor China. En dat heeft dan te maken met Taiwan. Waarbij dan het idee is, China gaat Taiwan inlijven, aanvallen. En deze MacGregor, die zegt interessant genoeg, zei hij volgens mij gisteren, dat militair ondoenlijk is en dat Xi, de leider van China, het al moeilijk genoeg heeft in zijn eigen land, werkloosheid. Hij wil het liefst, zegt hij, die Xi, regeren als een soort keizer over, nou ja, een laten we zeggen, Singapore-achtige technocratische variant van zijn land. En ondertussen zie je dus dat die VS aansturen op een conflict met China, vanwege dus dat Taiwan,
Die nadruk op Taiwan en China leidt naar een oorlog, zou je kunnen zeggen, die, maak even een bruggetje, naar Oekraïne. Hè, daar ook lijkt daar een andere kijk te ontstaan, want die oorlog loopt toch minder soepel dan gedacht. In het begin, ook Poetin dacht dat, dacht er van, nou, er is sprake van een kort conflict. Eventjes die opstand wegwerken en dan gaan we weer over tot de orde van de dag. En toen kwam dus die enorme invasie van westers geld en manschappen en troepen en handige vliegtuigen die vertellen hoe het met de strategie zit. Dat is nu toch al anderhalf jaar geleden. Is gigantisch uit de hand gelopen voor beide partijen. Gelukkig voor de oorlogsfans, die er gek genoeg echt zijn, begint misschien morgen al het zogenaamde lenteoffensief, waar heel veel te doen over is online. Moon of Alabama is een bron die zegt ook dat dat morgen zou kunnen beginnen. We weten het niet, maar je ziet al wel dat er wordt voorgesorteerd op dat misschien ook niet goed gaat lukken. En dat er dan misschien op een gegeven moment moet worden gekeken naar onderhandelen. Wat moet ik me voorstellen bij een lenteoffensief? Nou ja, dat er vol wordt ingezet door Oekraïne in dit geval tegen Rusland om die een kopje kleiner te maken en dan uiteindelijk te gaan overwinnen. Maar ja, je staat wel tegenover een gigantische partij, namelijk Rusland, die de hele tijd en daarvoor ook al een oorlogseconomie heeft die op volle toeren draait. En die waarschijnlijk niet van plan is om op te geven. Nee. Dat zegt ook, interessant vind ik dat, een luitenant-kolonel van het Amerikaanse leger, Daniel Davis. Dat is dus iemand uit de eigen gelederen van Amerika, maar toch zie je daarbinnen ook weer een vorm van tegengeluid, kritiek. Hij denkt wel dat Oekraïnse lenteoffensief zou kunnen komen, maar niet veel zal uitmaken. Hij denkt dat het of gaat uitdraaien op een onbesliste strijd, wat hij, nou ja, wat je onbevredigend zou kunnen noemen, dat willen we natuurlijk niet, of een uitputtingsslag, een gebed zonder end. En hij denkt dat ook weer niet gaat lukken, omdat die Russen, kijk, voor hun is dat heel persoonlijk. In Amerika spelen ze een potje golf en dan zegt Biden, nou, doe nog maar een paar bommen voor Oekraïne. Het is bijna letterlijk en figuurlijk een ver van een bedshow. Maar voor die Russen niet. Voor die Russen, die weten het onderliggende plan is een versnippering van Rusland. Hè. Die voelen dat als een hele persoonlijke aanval. Wel opvallend dat hij dat zegt, want Amerika wil toch juist dat er een gevecht blijft tussen Oekraïne en Rusland? Nou ja, die denken die oorlog te kunnen winnen. Maar Rusland die gaat dat niet opgeven. En je ziet dat ook op andere plekken. Een soortgelijk sentiment las ik ook in New York Times. Die denkt ook te kunnen zien dat Rusland niet kan toegeven. Die citeren twee bronnen. En dan noemen ze de kans less than zero. Dat Rusland denkt van, nou, weet je wat, laten we maar opgeven. En diezelfde Davis, die man die ik net citeer, die ziet dat ook in Europa weinig enthousiasme is voor deze oorlog. En die pleit voor wat hij dan noemt realisme. Denk je dat Amerika op een gegeven moment zijn handen aftrekt van die situatie in Oekraïne? Hij bent ook zeg maar meer pijlen vrij te maken voor China. Die sfeer hangt een beetje in de lucht. Daarom dacht ik van misschien moeten we dat vandaag even vertellen. Ik zag ook nog een Amerikaanse congreslid, dat een senator die echt bekend staat om zijn enthousiasme voor die Oekraïne-oorlog, dat er ook al wordt voorgesteerd op toch maar onderhandelen. Dat ze op een gegeven moment denken van jongens, we zijn een beetje zat van deze oorlog en we moeten toch misschien wat ruimte vrijmaken voor de nieuwe oorlog, inderdaad misschien met China. En hoe moet dat eruit zien dan? Oorlog tegen China? Ja. Dan zou je er dus vanuit moeten gaan dat China Taiwan aanvalt. Dan moeten ze dat ook doen. Die McGregor zegt van dat gaan ze niet dus doen. Dus een proxyoorlog via Taiwan? Ja, precies. Dat er nu ook al misschien troepen naartoe gaan. Maar misschien komt er dus helemaal geen oorlog. Maar dat in ieder geval de wil naar een nog grotere vijand van China gaat. En dat daarom om die reden Oekraïne maar moet worden afgebouwd. Want dat gaat toch niet lukken. Ja. Dat gevoel hangt een beetje in de lucht. Dan is er nog die laatste hoop van het lenteoffensief. Die dus misschien morgen gaat beginnen. Maar misschien wordt dat ook niks. Nou ja, over tegengeluid vond ik het ook wel interessant. Dat we laatst natuurlijk Macron hadden, Frankrijk. Die op bezoek ging in China ongeveer een maand geleden. Waarin hij zei dat Europa, misschien bedoelt hij dan nog meer iets mee, Frankrijk autonoom moet blijven en niet verstrikt moet raken, zoals hij dat er noemt, in crises die de hunne niet zijn. En Politico, een online tijdschrift, schrijft dat China dat soort autonomie, hè, dus iemand die opkomt voor zichzelf, echt kan waarderen. Wat je ook al zag bij die BRICS, dat zijn landen, dat is een samenwerkingsverband, hè, B van Brazilië, F van Rusland, waar steeds meer landen bij willen komen. Dat zijn eigenlijk allemaal landen die zeggen van, ja jongens, we hebben zo lang, zijn we meegegaan met Amerika. Weet je wat, dat Amerika, dat gaat niet echt meer de goede kant op. Die dollarhegemonie, die blijft ook niet lang staan.
Laten we dat eens anders gaan doen. Dat zijn eigenlijk allemaal autonome landen die los te lijken willen komen van wat Amerika noemt full spectrum dominance. Dat wij, Amerikanen, overal over willen heersen. En dat we rustig even een pijplijn opblazen als ons dat zo uitkomt. En als laatste nog, van Frankrijk naar Engeland. De minister van Buitenlandse Zaken daar, James Cleverly, die wil, zegt hij, een constructieve en robuuste relatie met China. Dus hij schiet China helemaal niet af. Ondanks die antipathie die je lijkt te voelen vanuit Amerika, zegt hij, nee, isoleren van China is slecht voor onze business. Dus hij denkt wel na aan zijn zaken, mensen. Ja. Wat ze in Duitsland nog niet helemaal te lijken doen. Hij zegt, het zou makkelijk zijn, misschien zelfs prettig om te horen, om een soort koude oorlog te forceren met China, maar dat zou volgens hem een verkeerde beslissing zijn. Dus dit zijn allemaal vormen van tegenwicht tegen wat Amerika doet. Steeds meer mensen lijken te zien wat er in feite aan de hand is. Dat wij worden afgesneden van onze energievoorziening. Dat we dure energie moeten kopen uit Amerika. Dat op die manier eigenlijk over onze rug wij worden verzwakt en Amerika er beter uitkomt. Over de rug van Oekraïne en de mensen daar wordt daar een oorlog gevoerd op afstand. Lekker veilig. Dus dat zijn een paar van de signalen. En zo zijn er nog eigenlijk wel meer signalen. Misschien is het goed als ik die nog even op het laatst noem. Die zo ook een beetje in de lucht hangen. Het komt bij mij bijvoorbeeld paniekerig over dat nu er zo'n media-offensief wereldwijd aan de gang is. In Nederland hadden we Ongehoord Nieuws dat even onder vuur lag. In Amerika had je Tucker. En zo zijn er nog wel meer van dat soort zaken. Jij zit goed in die materie. Heb jij nog meer van dat soort media-bedreigingen gezien? Er wordt natuurlijk al langere tijd op alle sociale media wordt er zwaar ingezet op het censureren van dissidente geluiden. Ja. Daarom was ook iedereen zo in paniek toen Elon Musk Twitter overnam. Ja. Want nu komen er ineens andere geluiden tevoorschijn. Dus het is inderdaad, het lijkt ook een soort paniekreactie eigenlijk. Hè? Een soort van redden wat het te redden valt om te kijken of dat geliefde narratief toch nog overeind kan blijven staan. Ja, en wat betreft tot die paniekerigheid zie je ook bijvoorbeeld dat er nu in juli, binnenkort dus, dat noemen ze Accelerating 2030, dus een versnelling plaats moet vinden om die doelen van die 2030-agenda te gaan halen. Dus daar zie je ook al dat ze het idee krijgen van jongens, het gaat niet rap genoeg, er is te veel weerstand. Aan de ene kant gaan dingen dus goed, hè, corona, iedereen is daar in feite ingetrapt, maar we zitten nu niet in lockdown 10, hè? Die tegenstem waar jij het over had. Die protesten die hebben wel degelijk geholpen. Dus er gaan dingen goed, er gaan dingen niet goed. Je ziet gewoon eigenlijk twee bewegingen die nu op een soort, nou niet een kruispunt, maar in ieder geval je ziet gewoon twee bewegingen samenkomen die allebei wel doorgaan. En de vraag is waar het uit gaat komen. Nog een paar kleine signalen die ik denk te zien, hè? Dus die afblokkelende dollarhegemonie waar ik het al over had, stijgende goudprijzen. Er is ontzettend veel geld van de bank gehaald, wereldwijd, door mensen die daar misschien wel het goud van hebben gekocht, doordat de lucht in is gegaan en waardoor je kan afleiden dat mensen wel zien van jongens, misschien gaat het niet zo heel lang heel goed met die dollar. Die BRICS hebben nog geen nieuwe munt. Laten we ondertussen maar bijvoorbeeld goud kopen. Die BRICS breidt zich dus uit. En de laatste twee dingen is dat ik las dat Syrië na 12 jaar weer deel is geworden van de Arabische Liga. Dus dat is een soort club van Arabische landen die na 12 jaar Syrië weer hebben toegelaten. En mogelijk zelfs neemt Syrië deel binnenkort aan een top later deze maand in Saoedi-Arabië. En over Saoedi-Arabië gesproken, er is nu dus, ik heb het al een keer eerder verteld, vrede, soort van tussen de Soenieten van Saoedi-Arabië en de Shiïten van Iran. Mijn eerste boek ging over hoe er een oorlog wordt voorbereid tegen Iran. Ik had nooit kunnen denken dat er ooit nog eens een keer een toenadering zou kunnen komen tussen die twee landen. Dat zijn allemaal signalen dat er inderdaad een enorme beweging is, één bepaalde kant op vanuit Davos, bij wijze van spreken, maar ook zeker een andere tegenbeweging. Dus het gaat nog heel erg spannend worden, denk ik. Denken jullie dat? Ja, wat ik ook opvallend vond, zit een beetje in dezelfde lijn, is dat Lula, de president van Brazilië, een paar weken geleden, we hadden het over die BRICS, maar Lula, die werd destijds binnengehaald als een soort redding. Hè? Want gelukkig zijn we af van die rottige Bolsonaro, eindelijk weer een vriendje van de VS in het zadel. Maar die roept gewoon openlijk op aan ontwikkelingslanden om te stoppen met het gebruiken van de dollar voor hun transacties op de oliemarkt. Nou, dat had ik me een jaar geleden niet kunnen voorstellen. Hè. Dus dat iemand die binnengehaald wordt als een vazal van de VS, dus oproept om de dollar niet meer te gebruiken. Ja, dat is een heel goed voorbeeld. Ik vond het ook echt typisch. Ik denk dat ze nu echt het idee hebben dat ze met Lula een kat in de zak hebben van elkaar gekregen. Want die Lula heeft gewonnen op een fractie van een procent. Ja. Onder heel verdachte omstandigheden, met stemmachines. En er is enorm gerommeld. En Bolsonaro heeft nog lopen roepen en schreeuwen dat het allemaal niet eerlijk was. Maar nu zit die Lula en nu gaat hij dit soort dingen zeggen. Ja.
interessante ontwikkeling. Er gebeurt veel. Ik kom vast nog een keer terug met weer nieuwe verhalen. En de BRICS lijkt hierin vrij verenigd. Maar de tegenbeweging in Europa, die is wat meer verdeeld, lijkt wel, als het aankomt op onderwerpen. Ja, je ziet dus bij sommige leiders zoals Macron, die dan op een deelgebied zegt van nou ja, samenwerking met China is wel oké. Dat heeft Scholz dan weer niet, maar dan heb je er weer die industriëlen die daar misschien nu een beetje wakker lijken te worden. Komt dat zwak over? Zwak over van hoe bedoel je? Ja, voor andere continenten als er zoveel verdeeldheid is binnen een. Dat speelt eigenlijk de VS weer in de kaart. Hè? Dus de VS is gebaat bij een verdeeld Europa. Ja. Die hebben er baat bij als iedereen op de bek vechten. Ja. Dus in die zin komt dit al wel weer goed uit voor de VS, denk ik. Ja, dus het wordt misschien tijd dat in Europa, misschien wel het gebied dat het meest onder vuur ligt op dit moment, er ook inderdaad een soort proces gaat komen van verenigingen wakker worden en een beetje weerstand tegen de powers that be.